Mijn naam is Zeno Grotenboer. Ik woon hier met mijn vader Theo Grotenboer. Het schip is een tjalk, een overijsselse tjalk, die vroeger over de Waddenzee zou varen. Het schip komt uit 1905 en hij heet Jodocus. We liggen dus in Rotterdam, Delfshaven. Het is een heel fijn klein haventje. Het is echt het dorpje van Rotterdam eigenlijk. Het enige oude dorpje wat er nog over is. Ja, mijn vriend Wijnand is hier dus ook heel vaak. Vaker dan ik bij hem ben. Maar het is hier natuurlijk ook gewoon veel gezelliger in de zomer. En natuurlijk ook met vakanties. Je kan gewoon met je huis overal heen. En ja, dan heb je gewoon je hele huis bij je. Dat is hartstikke fijn. Als Wijnand hier is, zomers, dan nemen we Koen's bootje, surfplank erachter met een touwtje. Dan gaan we vaak zwemmen. Heel veel mensen zeggen dat het water vies is, maar het is ook wel vies natuurlijk. Want wij lozen onze wc hierin. Wel met een pomp natuurlijk en dat wordt dan vermalen en zo. Maar ja, je moet het leven een beetje risico nemen. 1, 2, 3. Veel tjalken zijn gewoon recht en er zit niet echt veel bolling in. Maar als je naar dit schip kijkt, zie je dat er echt een mooie lijn in zit. Daar gaat het om. Het mooiste aan het schip vind ik de kleur. Want de kleur zie je bijna nergens. Het is een zeer ruim schip. Er zijn niet zo heel veel kamers, er zijn maar 4 kamers. De woonkamer, dat is ook tegelijkertijd de keuken en de eetkamer. Mijn kamer zit in het allerachterste deel van het schip. Het is vooral een klein kamertje. Maar het leuke aan die kamer is dat het nog helemaal origineel is. Het is nog echt gewoon het hout uit 1905. Dus dat is, het is ook samen met de roef zijn dat ook de enige plekken in het schip die nog helemaal oud zijn. Ik denk dat ook best wel veel mensen denken dat ik op een woonboot woon. Dus gewoon een vierkante bak op het water. En mensen vinden het ook vaak raar. Ze denken dat we allemaal arm zijn. Mijn vader heeft dus dit jaar verzonnen dat hij er een betere motor in zou zetten. Want het is een hele zwakke motor. Een Blackstone 26 pk 1 cilinder. En dat is een 60.000 kilo zwaar schip. Dus dat gaat 7 km per uur. Maar hij heeft dus verzonnen om er een nieuwe motor in te zetten en dan een verre reis naar Noorwegen of Zweden te gaan maken met mij. Ik zou later best wel ook op een boot gaan wonen. Ja, nou, het is speciaal.